Ik ben benieuwd, hoe is het jullie vorige week gegaan? Hebben jullie thuis veel geoefend? Hebben jullie choreografie uitgevoerd op een plek en je papa's en mama's of je zusjes en broers laten schrikken? Laat het ons weten. Vandaag gaan we de laatste dingen doen om de hele choreografie compleet te maken. En dan hebben jullie eigenlijk 2 dansjes in de pocket om zelf uit te voeren. En ook daarbij de thuisopdrachten. En vandaag staan we ook weer stil bij de laatste thuisopdracht. We zullen vandaag het laatste deel voor het refrein oefenen. Dat gaan we ook weer op muziek doen. Daarna staan we ook even stil bij het laatste stukje wanneer het dans bijna is afgelopen. En doen we nog 1 keer samen met z'n allen het refrein om jullie er doorheen te helpen. En wat had ik vorige week gezegd? Hadden jullie allemaal de camera meegenomen? Want dan kunnen we ook de thuisopdracht nog geven voor jullie. Ontzettend veel plezier. En dan gaan we nu beginnen met het stukje uitleggen. En daarbij gaat Sol ons ook even helpen. Sol, het laatste stukje voordat het refrein begint. Leg maar uit. Oké, wat we dus doen. Je zet met je rechterbeen een stap voor en ook met je linkerbeen. Ondertussen maak je met je armen een kruis. Dus dit doe je dan samen. Dus dan ziet het er zo uit. Dan daarna maak je met je benen een soort van knuppeltje en dan het links. Ja, dus om daar nog even op aan te sluiten. Je rechterbeen buigt en dan stap je eigenlijk bij met een klein hupsje. De armen. Oké, met je armen maak je een soort van koep. Dus dit doe je ondertussen samen. Cool. Doen we dit even samen? 5, 6, 7, 8. En kruis. En kruis. En stap. Ha. Stap. Ha. Dit stukje komt na wat we vorige week hebben behandeld. Bij deze. En dan omhoog. En deze komt dan daarna. En dit gaan we nu even op muziek doen. Netjes. Stap. Nog een keer. Kruis. En gaan we gelijk het refrein erachteraan doen. Knip. Draai. Ja, goed zo. Tot hier. Heel goed gedaan. Ik hoop dat het een beetje duidelijk was. We gaan door naar het refrein. En na het refrein komt een stukje brug. En dat wordt vaker uitgelegd in de muziek als een tussenstuk. En in dat tussenstuk gaan we bewegen als een pop. Wil jullie dat even voordoen? Dus, jullie mogen dat even voordoen samen. En dan mag je eigenlijk weer schokkige bewegingen doen. Ja, cool. En het is ook vet als je op je ellebogen richt, alsof je dus echt vast zit aan touwtjes. En je knieën mogen dus ook gebogen zijn. Dat doen we ongeveer 8 tellen. Ik help jullie er zo meteen doorheen als we weer op de muziek doen. Daarna komt ook weer een nieuw stukje. Wat je doet, je maakt spierballen van je armen. En dan wil ik ook echt die spierballen zien. Heel goed. En wat je doet is met je rechtervoet stap je rond. Armen gaan nu nog even op je rug. Dan gaan we alleen even de voeten doen. Je stapt rond met je rechtervoet. Tak. Tak helemaal rond. Goed zo. Dan gaat je rechtervoet naar voren toe. Tik en tik. Netjes. En dan doe je alles ook met links. Dus linkervoet. Links. Links, links, links en links. Doen we dat met de armen erbij. 5, 6, 7, 8 en ha, 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 ha en ha. Armen nog een beetje naar achter. En tak, 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 tak en ha. Netjes. En daarna komt voor de laatste 4 keer het refrein. En dat wordt vaker herhaald. Dit gaan we even weer op muziek doen. En dan mag je eigenlijk dus weer een pose aannemen, want je gaat als een pop bewegen. Dit is nog steeds het refrein. En pop. Goed zo, maak echt schokkerig. Nog 8 tellen. En 5, 6, 7, 8. En 1, 2, 3. Rechts voor. Rechts en links. Links. Goed zo, maak het groot. Kom op, met z'n allen. En links. Het refrein. En je mag lekker blij kijken. Ga hem de laatste keer doen met een klap. Kom maar. Klap. Goed zo. Yeah. tot hier. Heel nice. Dan komen we eigenlijk bij het einde van het nummer. En mag je helemaal uit je plaat gaan. Lekker gek dansen. En daarna wordt het nummer weer iets minder. En dan gaan we weer naar beneden als een pop. Laten we het even samen doen. Het gek dansen, dat geloof ik wel. En als je dat gekke dansen hebt gedaan, dan mag je dus langzaam weer als een pop naar beneden gaan. Dus dat gaan we even samen doen. Dus je bent lekker gek aan het dansen. En dan pop, langzaam, pop, tak, tak, tak. En dit is het einde van het nummer. Zullen we dit stukje ook nog even op muziek doen? Dus dat mogen de laatste 20 seconden zijn van het nummer. Gaan we het even oefenen met jullie tot het nummer is afgelopen. Dus gaan wij even een leuke pose staan. Mag ik zelf weten. En heel langzaam. Ja, heel goed. Dit is het einde van het nummer en daarbij komen wij dus tot de laatste aflevering. En kunnen jullie, als het goed is, Dancing in the Moonlight helemaal zelf uitvoeren thuis. Daarbij krijgen jullie nog 1 thuisopdracht. Namelijk, wat ons heel erg leuk lijkt, is dat je met je camera of je telefoon een klein vlogje gaat maken waarbij je nu een locatie uitkiest waar je stiekem de choreografie gaat uitvoeren. Dat mag zelfs zijn dat je bijvoorbeeld 's avonds laat de tuin insneakt om de choreografie te filmen. Of misschien wel 's ochtends heel vroeg op straat of op papa's mama's bed. En dan mag je het filmen en ook weer naar ons opsturen. Want het lijkt ons weer leuk om allemaal die filmpjes achter elkaar te zien. Oké, ik wens jullie nog een hele fijne week en dan gaan we weer zwaaien. Doei doei!